U was een geweldig lieve vrouw in Man Bijt Hond. Aan tafel in haar privémuseumpje bekijkt Grietje Post nog één keer de vele, vele reacties die ze heeft gekregen naar het stoppen van Man Bijt Hond. Hallo Brabant, dit is niet Man Bijt Hond hoor. 4 september 2015. Lieve Grietje, wat een geweldig leuk museum. En wat hebben we een leuke gesprekken gehad. Kende Grietje van Man Bijt Hond. En nu in het echt ontmoet. Het was genieten. Het is hier nog een ouderwets bakje. Heel snel na de laatste tv-uitzending vorige week werd bekend dat er wordt gewerkt aan een doorstart op internet. Dat hoort erbij, bij het bakje. Grietje, die heeft het ook gehoord. Maar dat doe ik niet meer mee. Nee, dat doe ik echt niet. En als ik nee zeg, dan is het echt nee ook. Ik heb jaren met de mensen van Man Bijt Hond, die kenden ik goed en dat was prachtig. Maar nu het voorbij is, wil ik niet meer met zoiets beginnen. Nee, het is maar echt één echt Man Bijt Hond en dat is voorbij. De ouders van de 77-jarige Grietje Post hebben het succes van hun dochter op tv niet meegemaakt. Maar mijn ouders, dat weet ik niet. Want ik denk, die hadden gezegd, ik doe het maar niet, oh Grietje. Maar het is allemaal netjes verlopen, dus ik heb het met plezier gedaan. Ja. Maar die hadden gezegd, Grietje, doe dat niet. Ik denk niet dat ze het goed hadden gevonden. De dominee die vond het gelukkig wel goed. Die zei, ik wil even bij u komen met mevrouw, want ik ben toch wel trots op u dat allemaal doet. Dus ja, dat was toch een... Want ik denk, eerst zou het er wel maken. Maar ja, ik kom nergens. En zondags doe ik nooit niks, hoor. En dan was daar ook niet optreden op zondag. Dat had ik er nooit gedaan, ook, hoor. Nee, dat beurt we maar niet. Tussen 2012 en 2014 werd Grietje wereldberoemd met de kreet... Hallo, Werkendammers! Nu het programma is gestopt, is ook de kreet voor eeuwig verstomd. Ja, het is wel eventjes, van de week had ik het even een beetje moeilijk. Ik denk, ja, weer een tijdperk voorbij waar ontzettend genoten. Ik heb altijd gezegd, ik wil alles doen, maar ik wil nooit dat je me in een café brengt. Want daar heb ik altijd een beetje afkeer van. Ik heb hier heel veel lieve mensen die er steeds komen. Die ook genoten hebben van Man Bijt Hond. Maar ik denk, daar kom ik niet in, want daar weiger ik pertinent. Dat had ik nooit gedaan. Samen met andere Man Bijt Hond corifeeën werd Grietje vorige week bedankt voor de bewezen diensten. En andere aan de leuke spulletjes zeg maar, meegekregen, dat vond ik heel lief. Eén afscheidscadeau staat nu te pronken in het privémuseum van Grietje zelf. Ik zat daar waar ik zat aan de tafel, daar zit ik. Het is een hele mooie foto die Grietje zelf niet zo mooi vindt. Oh, het is toch wat. En mijn handen samen, mevrouw. Hoe vind je het, zei ik. Ik zei, ja, er zijn hele mooie bij. Maar toen wou ik niet zeggen, oh, alsjeblieft doe die niet erop. Maar dat heb ik precies wel gedaan. Dan hebben ze me zelfs op het Facebook gezet in Amerika. Sta ik nou op met die foto. Grietje Post kunt u blijven ontmoeten in haar eigen museumpje. Maar meewerken aan een nieuwe Man Bijt Hond... Maar ik wil niet meer opnieuw met vreemde mensen. Nee, daar heb ik geen zin meer in. Dat gaat niet gebeuren.